van vreemde smetten vrij. Wiens hart voor land en koning gloeit, verheft den zang als wij. Klinkt een beetje fout, hè? Ja, dat is old school. Vreemde smetten vrij. En dat is volkslied geweest, heeft deze man geschreven. En in 1932 is pas het Wilhelmus volkslied geworden. Maar dit is Tollens. En dat was een groot Rotterdams dichter. En in 1977 was dit de plek waar een aantal dichters het Poetry International Festival bijna spontaan hun werk voordroegen. Later is dat het Dunya Festival geworden. Het bleek een succesformule. Poetry Park was geboren en groeide uit tot het grote en welbekende Dunya Festival. In de laatste editie was het eindelijk eens een keer mooi weer en er waren traditiegetrouw een aantal beroemde dichters te gast als opmaat voor het festival dat van 12 tot en met 17 juni van Rotterdam weer even de poëziehoofdstad van de wereld maakt. Zoals de Hollandse meester van het kleine detail met grote gevolgen, K. Schippers. Bij Loosdrecht. Als dit Ierland was, nee, ik doe mijn eigen gedichtige intonatie, bij Loosdrecht. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. K. Schippers, dat is een van de 20 dichters van over de hele aardbol die bij de 43e editie van het Poetry International Festival te gast zijn. Poetry is een wereldbekend festival dat honderden dichters heeft gebracht, waaronder een indrukwekkende verzameling literaire Nobelprijswinnaars. Een bek vol, hè? Onder andere is de gast Marcio André uit Brazilië. Este é templo. Como é templo, colar de dentes desta que agora é minha amante. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Jij wel? Nee. Hedy Kadour, uit Frankrijk. Le moulin. Je suis le point unique. La leçon d'un paysage où se joignent le soir, rivière, église et vieux moulin. Niet op Poetry, maar wel hier in het park is de jonge kunstenaar en dichter Roderick Vaasen. Die ken ik wel. Jij gaat een gedicht voorlezen. Ja, dat... Hoe lang doe je het al? Ik begon eigenlijk met heel veel schilderen, maar... Op een gegeven moment kwam ik erachter dat vanuit de luie stoel is het lastig. Je moet kwasten klaarzetten, verf kopen, dit. Terwijl schrijven, dat kan je waar dan ook doen. Helemaal tegenwoordig met je telefoontje op de fiets. Je tikt gewoon op je apparaatje wat in. Nee, op je telefoon? Ja, ik typ het allemaal in mijn notitie. Ik ben hem ook een keertje kwijtgeraakt. Tenminste, ik ben een keer in de vijver gelazerd door mijn schoonvader. En toen heb ik ik heb gezegd, geen enkel punt, maar breng mij nu een klapblok en een pennetje. En toen heb ik een half uur lang alles wat nog in mijn hoofd zat opgeschreven. Ik dacht, als ik nog een keer mijn kop keihard stoot, weet je wat het scheelt. Heb je dat in ieder geval? Dan heb ik dat in ieder geval. Als ik zo vrij mag zijn, weer er eentje? Er bevindt zich een storm in mijn brein. Een soort van stoorzenderachtige stoornis. Vormen die klein zijn zie ik als een rots, tegemoetkomende overschattingen. Dat is mijn trots, niks wat botst. Vloedgolven brengen me naar de juiste plek, plots. Nooit gedacht in vakjes, omringd door een hek. Het is grenzeloos als op een eiland met een boot, gek. Ik ga waar ik vaar, de hele globe die is bloot. Zelfs in het verreweg geen wegen die zich uiten in een goot. Overal is brood. Nooit brook brok in de goot of als Herman, springend in de tunnel van de dood. Nee, ik vaar om een vloot in een warme waas van verf. Mooi. We krijgen de gedichten van de dichters al rond december binnen. Wat we nu gedaan hebben is met die gedichten, de Eritrese gedichten of Kaapverdiaanse gedichten, naar de Eritrese Vereniging Rotterdam, naar de Kaapverdiaanse Vereniging Rotterdam. En jongens, dit is jullie taal. Dit is een dichter uit jullie taal. Vertaal die nou eens en kom eens terug op het festival om te vertellen hoe je het vertaald hebt, wat jullie gedaan hebben, of jullie onderling eruit zijn, waardoor hele mooie dingen gebeuren. Sua boca, que certa vez beijou folião no carnaval do Engenho Novo. Desde então, tem escama nos dentes, pérola nos dentes, dentes nos dentes. Seu corpo é templo, por dentro e à volta, maior que ela, enorme nela, e circunda sua cabeça como um músculo. É no templo que está guardado esse amor incondicional. Somos templo do outro. I think the power of the poetry is to see the reality by the other's ways. We say it again and create new realities. For me, this is the power of the poetry. Le clocher monte, l'arbre tient, la roue travaille, et l'eau grise s'en va sous le vent d'hiver, laissant passer entre chaque aube de quoi moudre le grain, scier les planches des cercueils et faire rêver l'oisif dans ce roulement calme qui continue à fabriquer de l'énergie avec le temps qui reste à la matière quand les hommes ont fini de crier sur le manteau doux de la neige. Je ne suis pas persuadé que la poésie ait beaucoup à faire avec le pouvoir. Quand on écrit des poèmes, c'est justement parce que aujourd'hui, on a renoncé à exercer le pouvoir. Donc si je pouvais tordre légèrement la question, je dirais que la fonction de la poésie, c'est d'essayer de nous aider à renouveler notre relation avec les mots et avec les choses. Jan! Wie komt er aanlopen? Dat is de befaamde Nederlandse dichter K. Schippers. Waarom is hij zo goed? Ja, het is een taalvernieuwer, hè? Taalvirtuoos. Die helder, kort, krachtig, met humor, met dwarsigheid, met opstand. De enige nog levende dadaïst in dit land. Dus het is goed dat hij hier is. Hey! Hoe is het? Alles goed, jongen? Goed je te zien weer. Een mooi interview was dat vanmorgen. Ik ben een beetje fan van je werk en dat... Een beetje maar. Ja, ik wil niet meteen zo idolaterig klinken. Wat vind je er alles van? Ik vind de... Laat ik jou eens wat. Ik vind de observatie altijd zo prettig bescheiden, klein, over het algemeen. Dus vanuit een detail naar een grote gedachte gaan en mij die niet opdringen. Er stapt de autobezitter. Er stapt een man in een auto, verricht de nodige handelingen voor het rijden en rijdt daarna dan ook inderdaad weg. Punt. Dat bedoel ik. Zoiets. Jij hebt de dingen niet nodig om te kunnen zien. De dingen hebben jou nodig om gezien te kunnen worden. In een kort gedicht, dit als antwoord op je vraag, dat zeg je tegen jezelf, maar je kan het ook tegen een geliefde zeggen. Dan hoef je bijna geen keuze meer te maken. Je hoeft geen onderwerp meer te pakken of het nou maar een liefje is. Of die twee tassen bij elkaar. Of zo'n slordig groepje mensen. Of die bomen die zo'n beetje half vermoeid hangen. Dat is geweldig, hè? Die staat er al een tijdje, hoor. Er zit zand in, hier al. Zo'n gat. Nou, dit is een hele mooie boom. En er staan er veel van in Rotterdam, hoor. Mooie bomen. Alles bedelt om betekenis, zegt Ulrike. Het is overal, zoals die mensen daar nou liggen. En dan ligt daar nog een soort zak. En dan wil ik weten of daar... Nee, er zit niks in. Maar het zou kunnen. Je bent geen chroniqueur, je bent iemand die beeld opneemt en daar dan... Ik ben meer een soort hamsteraar van dingen. Het kan bij mij ook wel in proza terechtkomen. Van, je ziet iets en dan schrijf je iets op, zoals die dichter die passeerde. En pas soms heel veel later gebruik je het. Hoe dat werkt weet je ook niet. Kijk, zo'n veer wil ik ook altijd oprapen. Ja, dat verbind je meteen met je eigen diepste jeugd. Half, heel, vier, letters, goede pen, zessen, zevenen, 1/3, vraag ik, achtsten, negentjes, liever woorden, 1, 2 dan, 3 is genoeg, dit zijn er 4, of toch misschien beter 5. Heb je er echt liever 6? 7 kan anders vast ook nog wel. Ah, waarom houd je het nu ineens op 8? Wie met 9 wil stoppen, kan het hier doen. Mooi, dankjewel. Oké. Dat was leuk. Ja. En nee, dat ging. Circus in Rotterdam. We hebben net Circus Rens gehad, die zijn weer weg, maar niet getreurd. U kunt nog meer circus krijgen, namelijk Kodarts. Die heeft zijn eigen opleiding en die hebben een presentatie. En die is op 20 en op 22 juni, de afstudeershow van Kodarts. Circus X, die worden gepresenteerd in het oude Luxor. Komen kijken, circus. Unless my eyes are cheated by some spell. Lord of the Rings in de doelen. Film in de doelen? Jazeker. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest treedt in een forse bezetting aan om deel 2 van deze fascinerende trilogie naar Tolkiens meesterwerk te begeleiden. The Two Towers is dus meerdimensionaal te beleven op 9, 10 en 11 juni. En snel naar de kassa, want het schijnt storm te lopen. Oh, ruin mine. I saw you shine. Ook een hele mooie film, iets bescheidener van opzet. Dat is een documentaire. En die gaat over Piet Zwart. En Piet Zwart, dat is een fotograaf, een typograaf en een industrieel ontwerper. Vernieuwend en een heel bijzonder kunstenaar. Voor de massaproductie ontwierp hij de Bruinzeelkeuken. En eigenlijk is dat een all-time design klassieker. 18 juni in Lantaarnvenster op maandag. Sinds enkele jaren werkt hij aan een opdracht van de Kristal-Unie in Maastricht. Een drinkservies in geslepen kristal. Kristallen servies, dat zeer kort geleden tot stand is gebracht, is een vervolg van een servies dat omstreeks 28 ontstaan is. En nu is het aangepast aan de veranderde drinkgewoonten. En dan nog heel even reclame, nu. Ja, ik ben vrijwel... klaar en toe aan het maken van een nieuwe poëziebundel. Tenminste, een nieuwe, dat wordt dan mijn allereerste. En ik ben ook van plan er een vrij guerrilla-matige actie aan te geven. De eerste 500 exemplaren die worden... Je maakt er een diepte-interview van. Die worden in de koopgoot gelazerd. Nou, dat... Voor de liefhebber van jazz wordt het topweken van 6 tot en met 8 juli in de Ahoyhal North Sea Jazz Festival. Maar daarvoor, vanaf 22 juni in de stad, dan is er een North Sea Around Town. 200 concerten, afterparties, straatoptredens, jam-sessies, you name it, we got it. En dit jaar heeft het programma een Surinaams accent. Dus wij gaan even buurten bij Ulrike Westfa en haar band. En die zijn hier aan het repeteren. En ik ben reporter. Ze zitten in 6. Er zit nog een beetje handel in het verhuur van... Ja. Oké. 14. 10. 6. Goeiedag. Wie is er nou de baas? Ja. Ik wil weten wie de baas is. Ik stuur wel, maar dat is de kapitein. Dat is de kapitein. En je doet eigenlijk wat de kapitein wil uiteindelijk. Zo is dat. Want wat voor beentje zijn jullie? Ik zag eens van tevoren een Surinaams beentje. Ik zie gewoon van alles er doorheen lopen. Heel veel nationaliteiten hebben. Veel Surinamers in de groep. We hebben ook uit Venezuela hebben we een trompetist. Te gek. Ik geef hem net wat meer schommel erin. En we hebben nu een trompet solo. Kun je nog een solo erachteraan plakken? Eventueel, want we spelen in een park, hè? Om een zeg maar ritmisch een beetje te geven eronder. We willen eigenlijk een cd maken waar mensen gewoon het fijn vinden om lekker naar te luisteren in de auto. Wat leuke solo's erin, lekker wat niveau erin. En toch lekker verteerbaar. Vooral verteerbare, easy listening, een beetje jazz, wat Surinaamse dingen. Toch praat je veel voor iemand die niet de kapitein is. Ik doe precies wat zij zegt. Ja, dat hoe vaak treden jullie op? Hartstikke vaak. Ik wilde al heel lang een eigen cd hebben. Nou, dat is er nu van gekomen. Wanneer ben je gelukkig als muzikant? Altijd als ik zing. Krijgen jullie ooit een keer een hitje? In het buitenland ben ik Gado heeft in Suriname nummer 1 gestaan. Ja, toch? Ja, en hier moet het nog komen. In Suriname nummer 1 gestaan? Nou, ja, in ieder geval, ja. Maar hebben jullie ook gespeeld, Suriname? Dat is de planning, hè? Niet. Ja, dat is wel de bedoeling, maar... Nu zijn we nog niet geweest in ieder geval. Oké. We gaan eerst de Rotterdam doorbreken. Oké. Jullie zijn het witte gedeelte. Ik weet niet hoe je dat tegenwoordig allemaal... Hij is niet helemaal wit. Hij is niet helemaal wit? Nee. Hij komt uit Amerika. Hoe mixt dat? Nou, wat goed. Hoe gaat het met eten? Met eten? Surinamers, die eten toch de hele tijd? Heerlijk. Hartstikke goed. Ik heb 16 jaar in de Bijlmer gewoond. Maar nu woon ik hier in Rotterdam. Waar haal ik de beste rotti? Ah, bij Roepram? Ja, we zijn daar wel. Echt waar? Ga je zelf ook kijken naar een andere beentje? Ja, uiteraard. Zowel North Sea Around Town als North Sea Jazz zelf ook. Je moet erbij zijn, daar gebeurt het. Maar dan maak je muziek? Ja, precies eigenlijk hetzelfde als ik deed. Het is passie. Heb je niet een stiekem droom om ooit eens door te breken in Holland, voice talent, kat, de star, fuck you? Ik weet niet hoe het allemaal heet. Nee. Zijn er vaste ritmes? Ja. Als ik zeg salsa, dan kun je wat laten horen. Maar wat wij net deden was meer Surinaams. En laat dat verschil eens horen. Hoe is de naam van de band en de naam van de CD? Nee. Dan moet je even harder zeggen. Want de cd heet Ulrike en de cd... Sorry. De artiesten heet Ulrike en de cd heet Nijen. En kopen die album. Oh, reclame! Mike, die...